Normaal gesproken zouden we eigenlijk Dominique Rijman hiervoor gaan bellen. Maar Dominique Rijman die voelt zich een beetje beroerd vandaag. Oh jee. Ja, vanwege iets dat in de lucht hangt of zo. Hoe noemen ze dat ook tegenwoordig? Geen idee, griep. Zoiets in die trant. Ja? Nou ja, zoiets in ieder geval. Pandemietje of zo. Ja, en daarom kon ze niet bellen. Maar deze was dus eigenlijk voor haar bedoeld, deze quiz. Maar dan kan ik er wel goed met jullie spelen, denk ik. Ik keep mijn vingers crossed, zeg maar. Ik werk sinds een korte tijd bij de GGD. Bij de coronatestlijn. Dus ik moet elke keer mensen erop wijzen wat voor quarantaineregels er allemaal zijn en zo. En ik dacht van, nou ja, goed. Omdat Dominique nu thuis zit, kon ik hem even testen op haar. Ja. Maar dat kan dus niet. Maar dat ga ik bij jullie toch even doen. Want stel jullie, jullie worden een keertje ziek, dan weten jullie het ook weer. Ja, en dan kunnen we mensen weer waarschuwen en zo. Precies. Daar moet je op letten. Ja, even kijken of jullie goed hebben opgelet. Dus ik ga gewoon de vragen even doornemen. Vraag 1 is een casus. Oh. Deze stel ik dan even aan Daphne, want het begint met jouw vriend. Ja. Of is het een man? Vriend. Vriend. Ja. Jouw vriend heeft via de coronamelder-app een melding gekregen en gaat zich laten testen. Jij hebt nergens last van. Moet je dan ook in quarantaine als voorzorg? Ja. Nee. Dat is niet waar. Nee. Als jij geen klachten hebt, hoef je niet mee in quarantaine totdat de testuitslag bekend is. Ja, dat is een beetje een vage regel. Ja. Wel als er daadwerkelijk klachten zijn, dan moet het wel. Oké. Okay. Ja. Vraag 2. En die is dan voor Rick. Waar of niet waar? Als in huis alle mensen positief getest zijn, moet iedereen individueel in isolatie. Volgens mij niet. Klopt. Niet waar. Als iedereen positief getest is, mag je in quarantaine. Je kunt elkaar dan niet meer aansteken. Ja. Iedereen is toch al ziek. Ik heb het andersom ook al gehoord. Ik werk ook deels bij een instelling voor mensen met een beperking van het opleidingscentrum. Dus ik heb helemaal niks met cliënten te maken. Maar ik hoor wel die verhalen. Ja. Er was een woning. Er waren op een gegeven moment, had het personeel corona al gehad. En alle cliënten op één na hadden corona. En toen moest die ene gezonde moesten ze in quarantaine. Ja, dat heb je dan, echt heel sneu. Dat is echt kut, ja. 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 Dat was bij ons ook bijna het geval toen in huis. Maar iedereen was positief. Dus, was ook gezellig. Vraag 3 is een multiple choice. Waar komt het woord quarantaine vandaan? Is dat A? Zonnekoning Lodewijk XIV sloot tijdens zijn regeerperiode onderdanen op in afgezonderde kelders wanneer zij last hadden van luizen en andere bacteriën. Is dat B? Ten tijde van het Romeinse keizerrijk verfde keizer Julius Caesar een groot rood kruis op de deur van mensen die niet in Christus geloofden. Zo durfde niemand meer in het huis te betreden, omdat in deze tijd een rood kruis stond voor niet betreden dodelijk virus in huis. Op deze manier werden mensen die niet geloofden uitgebannen. Ik heb ook wel eens last van een rood kruis. Ja. Of antwoord C. In de 14e eeuw werden schepen uit landen waar de pest heerste verplicht om 40 dagen buiten de Venetiaanse haven te blijven, zodat het zeker was dat er geen pestgevallen meer aan boord waren. Even nog, eerst een vraagje aan jou. Dit moet jij ook vertellen aan de mensen die jou bellen. Nee hoor, dit niet. Maar het is wel leuk, weet je. Ja, zeker. Ik vraag me echt nu al af waar je de, zeg maar, die twee foute antwoorden vandaan hebt. Ik ook. Creatieve maar goed. Brein. Ja. Ik denk die heb ik echt daadwerkelijk helemaal zelf verzonnen. Ja, ik denk de pest. Jij denkt de pest. Ja, ik denk ook die laatste, ja. Klopt. Antwoord C. In de 14e eeuw werden schepen uit landen waar de pest heerste verplicht om 40 dagen buiten de Venetiaanse haven te blijven, zodat het zeker was dat er geen pestgevallen meer aan boord waren. Het getal 40 is in het Italiaans quaranta, wat uiteindelijk verbasterd is naar quarantaine. Ah. Zijn wij slim, Rick? Ja, goed in gokken. Vraag 4, multiple choice. Wat moet je doen na 10 dagen quarantaine? Is dat A, blijf nog een dag extra binnen om zeker te weten dat je niemand meer kan besmetten. B, doe een nieuwe test. Als deze negatief is, mag je weer naar buiten. Of C, na de 10 dagen quarantaine gelden de gebruikelijke regels weer net als voor de positieve test. Nou, ik denk C. Ik denk B. Nee, Rick heeft het goede antwoord. Oh, Rick, je bent echt slim, jongen. C. Antwoord C. Thuis blijven testen bij verkoudheidsklachten. 1,5 meter afstand houden van anderen. En regelmatig de handen wassen. En dan had ik eigenlijk vraag 5 nog, de laatste. Dat is een open vraag. Wat moet je doen bij een positieve zelftest die je tegenwoordig zelf kan kopen? Ik denk naar de GGD gaan en alsnog een test laten doen. Ja, dat was ook mijn antwoord. Ja, een PCR-test is leidend. Deze dus zo snel mogelijk aanvragen en binnenblijven tot de testuitslag. Nou! Wij zijn wel op de hoogte. Ja, jij? Nee, jij ook. Dus als je nu thuis luistert en je denkt van, nou fucking hell, ik ben verkouden en ik weet niet wat ik moet doen. Nou, dit is. En dan weet je ook gelijk waar het woord quarantaine vandaan komt. Ja, dat was een heel leuk weetje. Ja, hè? Ik heb de stand eigenlijk niet bijgehouden. Nou, ik wel hoor. Ja? Hij heeft gewonnen. Ach, Rick. Nou, wij hebben het samen gedaan. Oh, kots. Kots.
Ja. Ja, goed. Tijd voor Kraantje Papi. Want voor moederdag heb ik maandenlijn. Palm trees in the building. Wil jij snel geld verdienen? Deel deze video met zoveel mogelijk mensen. En klik op liken. Dan komt er geld later wel een keer. Of niet.